wat misschien aardig is, je hebt nogal wat werk meegenomen. Dus misschien dat je aan de hand daarvan iets kunt vertellen van dingen die je gemaakt hebt. Want dat is natuurlijk, dat zijn de foto's en daar zijn we uiteraard zeer in geïnteresseerd. Ik zal in ieder geval even terugpakken. Ja. Oké. Okay, ja. Een foto die mij echt dierbaar is, is deze foto van een portret van Frank Zappa. Mm. Heb ik gemaakt voor Oor. En dat was voor het kerstnummer van Oor. Mm. En de vraag aan Zappa, de journalist Co de Kloet, die het interview ging met name richting de gedachten van Frank Zappa over religie. Mm. En het was een vreselijke, slechte omgeving om überhaupt te fotograferen. Alleen in een halletje met zo'n ongelofelijke, idiote lamp die daar hing. Maar als je dan maar geen sluitertijd hebt, krijg je zo'n halo-achtig verhaal boven zijn hoofd. En dan ben ik dik tevreden dat gebeurt. En dan heb je het over religie. Ja, persoonlijk, ik vind de foto compositorisch mooi in elkaar zitten, in vlakverdelingen. Ik ben er zelf elke keer weer enthousiast over. Mm. En ik vind het ook zo mooi dat hij nu onlangs, een paar maanden geleden, in dit boek van Co de Kloet verschenen is. Dus opnieuw, waar staat hij natuurlijk in dit verhaal? Moeten wij even altijd bladeren. Hier staat hij, hier samen met Co. Geweldig, ja.